Hier in het buitengebied van Liemde verrijst binnen nu en 2 jaar een heus libellenmuseum. En daar willen wij meer over weten. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Rob, we staan hier op de plaats waar jij een libellenmuseum wil gaan beginnen. Dat klopt, Rol. Hier gaan wij bouwen en een libellentuin maken. Vertel eens, wat moet ik me voorstellen bij een libellentuin? Een libellentuin, ja, die hoort bij het museum natuurlijk. We zijn van plan om een libellenmuseum te maken met een tuin erbij. Libellen kunnen we vinden van maart tot ongeveer november. En dat zijn meerdere generaties libellen. Dus in 1 jaar, in 1 seizoen, zijn er ongeveer 4 generaties. Waar komt jouw interesse voor libellen vandaan? Libellus? Ja, dat heb ik meegekregen van mijn vader, van Teun. Die heeft mij daarin tijdens het kano op geattendeerd. Kijk eens hoe mooi de libellen zijn, bijvoorbeeld. En we hebben dus ook de libellentocht met de kano verhuur. Alles wat je hier ziet, van links naar rechts, gaat allemaal weg. Op 1 element na, dat is die waterput die daar staat. Waarom? Omdat die mooi is. Hoe groot wordt de hal? Hoe groot wordt de hal? De hal die komt ongeveer daar te staan en die wordt ongeveer 14 bij 28 meter. En dan moet hij ook de lucht in? En dan moet hij ook een meter of 10 ongeveer, nokhoogte. Naast het Libellenmuseum, dus het pand, heb je me verteld, komen er nog bomen, poelen? Ja, zoals je hier ziet, het terrein tot aan de bomenrij, daar komen poelen. Hier komt vlakbij een fruitbomengaard, een bloemenwei waar mensen doorheen kunnen wandelen. En een zogenoemde arboretum, een bomentuin met prachtige bomen. Arboretum? Waarom niet gewoon een bomentuin? Ja, omdat een arboretum is een moeilijk woord voor bomentuin. Okay. We hebben ook poelen nodig om libellen te creëren. En poelen die zijn goed, omdat libellen uit het water ontstaan. Dus een larf zit onder in het water en die komt omhoog en daar komen libellen. Die hebben daar zijn habitat. Ja, maar ik ben geen libellenkenner, maar ik weet hoe mooi een libelle, ik zie een libelle, ik weet hoe mooi een libelle kan zijn. Ja. Maar dat jij dan daar iets speciaals mee gaat doen? Ja, dat gaan we zeker doen. En welke termijn, wat praten we over? Wanneer staat hier een libellenmuseum? Ja, als het aan mij ligt, zo snel mogelijk natuurlijk. Over 1 jaar of 2. Hoop ik. We zijn al heel ver, hoor. Dus, maar er zitten jarenlang, denk ik, voorbereiding aan? Of? Ja, we zijn er nu al 15 jaar mee bezig. 15 jaar? Ja, vanaf het begin. En dan door de economische crisis en dergelijke het plan weer aan de kant leggen. Ja. En dan steeds weer een stapje verder. Hè. Maar het gaat nu echt gebeuren? Ja, het gaat echt gebeuren. De waterput erop. Ja. Die blijft staan. Maar dan moet het. Wat is er dan bijzonder aan deze waterput? Ja, er valt eigenlijk niet veel bijzonders aan te zien. Het is een put. Ja. Alleen we willen er wel iets leuks van maken. Oké. Okay. Dus mensen kunnen daar, er komt iets meer bij dan het nu is, zeg maar. Maar denk daarbij aan een wensput of iets dergelijks. Iets, iets. Nou, ik zou zeggen, doe een wens. Ja, doe een wens. 2 jaar. 2 jaar. Over 2 jaar. Maart 2024. Ja, zo ongeveer. Ja, dat is het idee. Dat is de wens. Ja, en dan bouwen we alles op. En dan maken we een hele mooie tuin. Mooi. Goeie wens. Met poelen. Dan doe ik ondertussen ook nog een wens. Ja, gelukt. Moeten we iets ingooien dan, hè? Moeten we iets ingooien? Ja.